Alles gratis. Ja, het stinkt er echt bij deze winkel in Rumen. En dat lieten de inwoners van die stad zich niet twee keer zeggen. Binnen 2 uur tijd was een filiaal van de Prijsmepper aan de Kruisherenstraat in Rumen volledig geplunderd. De Prijsmepper is een typische outletwinkel waar een restpartijen waren verkocht. De afgelopen dag hield de winkel een grote uitverkoop omdat het filiaal deze week gaat sloten. Het is vandaag wel heel goedkoop, 100% korting. Ja, alles is gratis vandaag. Nou, we heel veel jaren in Rumunkt hebben gezet, dan komen we helaas weg. En daarom is alles gratis vandaag. We hebben de districtmanager gebeld omdat we nog maar weinig artikelen hadden. En we hebben gevraagd wat we daarmee kosten doen. En hij heeft gezegd, gooi maar alles op gratis. Maak er maar een flinke uitverkoop van. En dat nieuws ging blijkbaar als een lopend vuurtje door de binnenstad. Binnen 2 uur was de hele winkel leeggehaald. Nou, ik hoorde dat we vandaag gratis mochten. Dus ik heb ook heel veel mensen die ik tegenkwam, heb ik allemaal gezegd van het is gratis. Dus er liepen mevrouwtjes met rollators. En toen zei ik, nou mevrouw, u kunt gratis winkelen. Noodgedwongen ging de deur even voor 3 uur 's middags alweer op slot. Klanten die nog een graantje met wilden pikken waren te laat. Alles was weg. Het leek wel alsof er een storm door de winkel was gejaagd. Mensen weten altijd over wat je doet halen. Dus onder de vakken de kiek. En dan, dus er was even storm vandaag. Wel leuk om mee te maken. Dat alles vandaag gratis was, dat was fijn metgenomen. Maar toch was er niet alleen maar blijdschap bij de klanten. Dat het filiaal gaat sloeten, dat vind je veel klanten toch wel jammer. Ik heb hier altijd graag gewinkeld, want het is hier gewoon niet duur. En het zijn nuttige dingen. Nou, dat vinden we helemaal niet fijn. Ik denk heel veel mensen hier in de stad, dat van helemaal naar Berk moeten, even niet schandalig. Deze winkel moet gewoon blijven.